het antwoord dat we het meest krijgen van sportverenigingen is, dat gebeurt niet bij onze sportvereniging. We geloven wel dat het gebeurt in de sport, maar bij ons niet. Het kan op elke vereniging plaatsvinden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van een ongewenste aanraking tot ernstige incidenten. Zorg dat je vereniging hier een goede aanpak voor heeft. Ook als er niets aan de hand lijkt te zijn. Vandaar dat het voor sportverenigingen heel belangrijk is om actief met dit onderwerp aan de slag te gaan. Zodat sporters zich eerder durven en kunnen uitspreken. Maar ook dat er minder gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. De sporters moeten het hier naar hun zin hebben. En judo is een contactsport. Is een sport waarbij je elkaar aanraakt. Het is een gemengde club hier, dus jongens, meisjes, mannen en vrouwen judoën met elkaar. En dan kan het voorkomen dat een sporter zich af en toe wat minder comfortabel voelt bij een bepaalde aanraking. Dat is al een eerste moment dat die sporter zich vrij moet voelen om dat te bespreken. Uiteindelijk hebben we gezegd als bestuur, het is goed om alle trainers, hulptrainers, vertrouwenscontactpersonen, het bestuur, met elkaar in gesprek te laten komen over dit onderwerp. Juist omdat het moeilijk is. En de gemeente Den Haag heeft ons daar geweldig in geholpen vanuit de inhoudelijke kant om dat gesprek goed te faciliteren. Als we langskomen op een vereniging, dan leveren we echt maatwerk, aangezien het per sport heel verschillend is welke gedragingen gepast zijn en welke niet. Dan trainen we de bestuurders door middel van een workshop. Daarin gaan we echt in op wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke vormen zijn er bijvoorbeeld. En gaan we meer in op wat nou hun verantwoordelijkheden zijn als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke acties zij kunnen ondernemen. Op het moment dat je als verenigingsbestuurder geconfronteerd wordt met een vermoeden van seksuele intimidatie of misschien een incident waarin seksuele intimidatie een rol speelt, heb je een meldplicht. Waar kun je dan melden? Dat is of bij jouw sportbond, de sportbond waar jouw vereniging onder valt, of bij het Centrum Veilig Sport Nederland. Ik ben een van de 7 case managers van het Centrum Veilig Sport Nederland. Wij zijn een expertise en meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Wij hadden geen enkele melding van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. Maar we hebben de vlucht naar voren genomen. We zijn in beweging gebleven. We hebben ervoor gekozen om actief het onderwerp wel te agenderen, terwijl het nog niet speelt. Want daarmee leg je het fundament, daarmee bepaal je de cultuur van je club. Een cultuur waarin je open met elkaar meebeweegt en samen kijkt wat kan er gedaan worden, wat moet er gedaan worden om een veilig en plezierig sportklimaat te hebben. Na een workshop worden vaak wel de ogen geopend dat het vaker voorkomt dan ze denken. Maar ook krijgen ze concrete handvaten hoe ze hier nou daadwerkelijk mee aan de slag kunnen gaan. Hoe voorkomen we het? Maar ook op het moment dat we een incident hebben, wat gaan we dan met elkaar doen? Dat je dat van tevoren geregeld hebt, dat je dat van tevoren besproken hebt. En dat iedereen ook weet wie is waar verantwoordelijk voor. En creëer gewoon de veilige omgeving waar iedereen welkom is. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ook op jouw vereniging plaatsvinden. Maak het bespreekbaar en zorg voor een veilige sportomgeving. Centrum Veilige Sport Nederland en WSDH ondersteunen hierbij. Is er een incident? Zorg dan dat er vroegtijdig melding wordt gemaakt. Ga voor meer informatie naar swsdh.nl/kennisbank.